Ja, ik weet het. Dat wordt in de Bijbel ook wel zo omschreven. En dan vindt u het misschien toch weer moeilijk dat de man het hoofd van de vrouw is. Ook zo'n uitdrukking waar we ons aan kunnen stoten. En ik heb het al meer dan eens meegemaakt in een huwelijksgesprek, dat de bruid zich wat beschroomd afvroeg: wordt dit nu straks echt gelezen in onze trouwdienst? Dat hij het hoofd van mij is. En wat moeten mijn collega's dan wel denken als ze in de trouwdienst komen? Ook daar wil ik twee dingen over opmerken, gemeente. In de eerste plaats dit. Wat is nu een hoofd zonder lichaam? Niets toch? Hoofd en lichaam ziet niet op meer en minder. Maar hoofd en lichaam kunnen niet zonder elkaar. En daar komt nog wat bij. Want wat betekent het precies om hoofd te zijn? Bij een vluchtige lezing lijkt het alsof dat de erepositie is. Dat je het dan voor het zeggen hebt. Dat je dan aan de touwtjes trekt en dat de ander dan maar moet uitvoeren wat jij bedenkt. Nou, zo is het niet. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 dat de Vader het hoofd is van de Zoon van Christus. En dat Christus het hoofd is van de man. Ja, en dat de man vervolgens het hoofd is van de vrouw. En als we die keten op ons in laten werken, dan voelen we toch direct, dan kan er van onderdrukking of van achterstelling toch geen sprake zijn. Zou Christus dat doen richting de man? Dat is ondenkbaar. Hoofd zijn betekent een hele grote verantwoordelijkheid. Geen luxe positie, geen erepositie. Als ik denk aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, dat hij spreekt over Christus en over zijn gemeente als het in het beeld van bruidegom en bruid. En dan weet u het toch, gemeente, wat heeft Christus voor zijn bruid gedaan? Nou, dat weten we allemaal met ons hoofd. Ik hoop dat u het ook met uw hart mag nazeggen. Hij gaf zijn leven voor mij. Nou, dat betekent het om hoofd te zijn. Hoofd zijn van uw vrouw betekent dat u bereid bent om uw leven voor haar te geven. Heeft dus niks te maken met heersen en het voor het zeggen hebben, maar heeft te maken met dienen. Zelfs als dat mijn leven zou kosten. We gaan terug naar hoe God het bedoeld heeft. Dat heeft Adam gevoeld toen de Heere God zijn vrouw bij hem bracht. Hij is er verwonderd en verrukt over. Hij zingt het uit. Deze is ditmaal been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Men zal haar manin heten. Hij zingt een loflied over zijn vrouw. Even tussen haakjes, doet u dat ook wel eens? Een loflied zingen over uw man. En een loflied zingen over uw vrouw. Ik kan het ook anders vragen. Mannen, geeft u uw vrouwen wel eens aanleiding om een loflied over u te zingen? Geeft u daar wel eens aanleiding voor? Of is het naar buiten toe altijd de galante man en binnenshuis heel anders? Dan geeft u haar geen aanleiding om een loflied over u te zingen. En ik vraag het ook aan de vrouwen. Geeft u uw man wel eens aanleiding om een loflied over u te zingen? Of is het buitenshuis met vriendinnen altijd gezellig en is het binnenshuis heel anders? Maar u moet er maar mee rekenen, als het loflied op elkaar op gaat drogen, dan gaat het huwelijk op de automatische piloot verder. En dat gaat niet goed. Zo heeft de Heere God het bedoeld. Man en vrouw die elkaar op een wonderlijke wijze aanvullen. En ja, het loflied dat dan steeds weer opwelt in het hart over de ander die ik van de Heere gekregen heb.